Ik denk wat het belangrijkste is dat de huidige traditionele spelers in de energiemarkt eigenlijk in de toekomst een marginale rol zullen gaan vervullen. De markt zal worden bepaald door nieuwkomers in die markt met nieuwe verdienmodellen en nieuwe bedrijfsmodellen. Waarbij nieuwe producten die consumenten bezig laten houden met energie. En dat betekent in wezen dat de oude bedrijven, als ze niet veranderen, eigenlijk in de marge zullen verdwijnen. Current is een goed praktijkvoorbeeld waar de hele energiemarkt van zou kunnen leren. En ik denk dat zeg ik niet voor niks, dat is natuurlijk een beetje flauw, maar het is wel zo. Current heeft een heel ander verdienmodel. Wij verdienen niet meer op het gebruik van energie, maar alleen op ons vastrecht, dus alleen op onze diensten. En we hebben een bedrijfsmodel waarbij uiteindelijk onze klanten eigenaar zijn van het energiebedrijf. En dat zijn typisch twee hele belangrijke voorwaarden om straks mee te kunnen doen in dat nieuwe energiespel wat gaat plaatsvinden. En flexibel in te kunnen spelen op de consumentenbelangen. En dat kunnen die grote bedrijven nu helemaal niet. De marktkansen in de toekomstige energiemarkt die zullen vooral liggen op innovatie. En die zullen vooral liggen op nieuwe producten waarmee de consumenten worden aangespoord om zich bezig te gaan houden met energie. En dat gaat op decentraal niveau. En dat zullen niet nieuwe toetreders zijn. En voorbeelden zijn Tesla, Google, de Nest, Apple die zich bezig gaat houden met energie. En dat levert allerlei nieuwe marktkansen op, mits je in staat bent op een hele flexibele wijze om te gaan met de belangen en de behoeften van die consument. Ja, en dan kun je mee gaan bewegen met die energiemarkt. Voor de transitie naar een duurzame energievoorziening is echt noodzakelijk dat we drempels gaan wegnemen. Voor Current is het doel dat we met z'n allen energie-neutraal worden. We zien op lokaal niveau ongelooflijk veel initiatieven ontstaan, waarbij mensen en consumenten bezig zijn met zelf opwekken, besparen van energie. Dus de animo is er al, de techniek is er al, we hebben de middelen, het geld is er. Het enige wat er nu echt nodig is, is dat we de drempels in wet en regelgeving zo snel mogelijk uit de weg ruimen. Neem als voorbeeld de energiebelasting. Wat we zien is dat er energiebelasting wordt geheven op groene energie. En dat belemmert in wezen nieuwe investeringen. Dus als we er in ieder geval voor zorgen dat we de energiebelasting op groene energie zouden verlagen, of liefst helemaal afschaffen, dan zullen we zien dat die energietransitie veel sneller zal gaan. Dat kunnen we ook opvangen, dat is helemaal niet zo moeilijk. We verhogen de belasting op gas, trouwens ook een belangrijk punt in dit hele verhaal. Maar dan in ieder geval kunnen we door die energiebelasting op groene energie te verlagen of af te schaffen, die energietransitie aanzienlijk versnellen. En ik denk dat dat een simpele maatregel kan zijn waarmee we heel veel gaan winnen. Wat ik hoop tijdens Energy Next is dat het geen bijeenkomst wordt waarin de energiebedrijven, de traditionele energiebedrijven, elkaar gaan overtuigen van het eigen gelijk. Wat ik hoop en echt hoop is dat die energiebedrijven met elkaar de discussie aandurven te gaan over wat nou de rol moet zijn van die energiebedrijven in de nieuwe energiemarkt en welke rollen zij daarin kunnen vervullen om dat werkelijk te gaan versnellen. En daarvoor is wel lef en moed nodig en ik hoop dat ze dat ook gaan tonen tijdens deze Energy Next.